Wees eens eerlijk. Wie van jullie vergeet de tijd tijdens het douchen? Wie spuugt er wel eens een kauwgompje uit op straat? En wie is hier vandaag met de auto naartoe gekomen? Ik denk dat jullie allemaal de beelden wel kennen van schildpadjes die zitten vastgegroeid in plastic sixpack verpakkingen. De beelden van met olie besmeurde vogels. Of het eiland van plastic soep dat inmiddels al even groot is als Spanje en Frankrijk bij elkaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie komt bijna een kwart van alle sterftegevallen wereldwijd door milieuvervuiling. Hebben wij nog invloed op onze aarde? Wij als individuen? Of is het al te laat? Gelukkig zijn er naast natuurlijk organisaties als Greenpeace al veel mensen geweest die hebben geprobeerd de aarde weer de goede kant op te helpen. Neem een voorbeeld aan het verbod op oude milieuvervuilende auto's in het centrum van Parijs, dat vanaf vandaag ingaat. Een ander mooi voorbeeld is Boyat Slat, een student uit Delft. Hij heeft een installatie bedacht dat het plastic als het ware uit de zeeën opvangt. Er is er al één in gebruik en hij verwacht dat met slechts 5 van deze installaties al het plastic uit de oceanen kan worden gehaald. Helaas zijn er ook mensen die het wat minder goed voor hebben met het milieu. Denk hierbij aan Donald Trump. Hij gelooft niet in klimaatverandering. En daarom wil hij milieubepalingen afschaffen die de energieindustrie afremmen. En dat terwijl de Amerikanen ontzettend veel CO2 uitstoten. Per persoon wel zo'n 16 ton per jaar. Zoveel stoot je ook uit als je per persoon 10 keer de aarde rondvliegt. Zo kunnen we zien dat 1 persoon een enorme, goede of slechte invloed kan hebben op het milieu. En natuurlijk kunnen wij ons niet allemaal zo inzetten voor het milieu als Boyat Slat. Maar ik denk dat als wij ons allemaal een klein beetje aanpassen en een paar mensen met wat innovatieve ideeën komen, we al een hele stap zetten in de goede richting. En om het cliché nog maar eens te herhalen, een betere wereld begint bij jezelf.